Zo, zijn we live? Ik wacht even. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe les fysio. Vandaag gaan we de bovenrug en de onderrug behandelen. We beginnen, ik weet niet wie er van jullie vorige week bij is geweest. Maar we beginnen vandaag met de lage rug. En daarna gaan we over naar de hoge rug. Yes, dus wat we nodig hebben vandaag is een matje, een stiek, ja, als je die hebt. En anders kan je de oefeningen ook zonder stiek uitvoeren. Wat we vandaag gaan doen zijn met name mobiliteitsoefeningen en wat krachtoefeningetjes. Die je kan doen wanneer je veel achter je bureau zit. Ja, deze tijden zitten we toch thuis veel op onze stoel. Dus je krijgt wat handige tips en wat mobiliteitsoefeningen die je kan doen. Het is verstandig om deze oefeningen ongeveer ieder uur uit te voeren. En zorg ervoor dat je in het algemeen natuurlijk gewoon lekker veel in beweging blijft. Yes, dus nogmaals voor de mensen die net inschakelen. Een stiek, of als je geen stiek hebt, doe je de oefeningen gewoon mee. Een matje en zo direct een stoel zonder leuning. Yes. Oké, beginnen we met de lage rug. Wat mobiliteitsoefeningen. Even kijken. Ben ik te zien? Alright, zo. Op deze manier. Ik zal iets naar onder gaan. Handen wijd. En laat je hoofd gewoon op de grond liggen. Is voor mij nu een beetje lastig in verband met die microfoon. En draai opzij. We doen dit ongeveer 15 tot 20 keer. En van links naar rechts is één herhaling. Zorg ervoor dat je de voeten op de grond houdt. Dat je rustig heen en weer beweegt. Alright, pakken we de knieën vast. Nogmaals, hoofd rustig laten liggen. Rustig heen en weer wiegen. En dit is totaal ontspannen, hè, deze oefening. Dus zorg ervoor dat je gewoon rustig door kan blijven ademen. En tel mee. Ongeveer 12 tot 15 keer. Rustig je lage rug laten buigen. Ja, dus je tilt je lage rug net een klein beetje van de grond af. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Zetten we de benen weer weg. Armen naast je. Hier ook geldt weer. Rustig ontspannen. Mocht je deze in je rug voelen, dan plaats je je handen in je onderrug en beweeg je van links naar rechts. Zorg ervoor dat je rug ten alle tijde contact houdt met je handen. Yes, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, leg je nu je benen neer. Je kan je handen ter ondersteuning in je lage rug houden. Buikspieren licht aanspannen. En dan maak je je hielen langer. Op je linkerhiel, je rechterhiel. En dat doe je door te bewegen vanuit de heup. Yes, dus doe je heup omlaag, andere heup omlaag. En ook dit is weer totaal ontspannen. Dus probeer geen kracht te zetten. Het is geen krachtsoefening. En beweeg in ieder geval binnen de pijngrens. Met deze oefeningen maken we eigenlijk alle bewegingen in de lage rug die er mogelijk zijn. Dus we buigen de rug, we strekken de rug, we bewegen opzij en we draaien de rug. Okay, zetten we de benen weer weg. Hop, rustig opzij. Handen in je lage rug ter ondersteuning. Hoeft niet, mag als je dat fijn vindt.
En dan pakken we er nog 5. 4. 3. 2. 1. Pak de knieën weer vast. Op. De laatste keer. Pak de handen voor bij de knieën vast. En ga rustig bewegen. Dit zijn gewoon standaard mobiliteitsoefeningetjes die iedere week wel terug zullen komen. Het zijn hele dankbare oefeningen om te doen. Kan je 's ochtends doen, 's avonds of tussen de middag. En overal eigenlijk waar je kan liggen is dit goed uit te voeren. Oké, en 5, 4, 3, 2, 1. Alright, komen we overeind. Yes, even kijken. Gaan we op handen en knieën stand zitten. Ja. Even deze. Goed. Komen handen en knieën stand. Deze hebben we voor de mensen die er vorige week ook bij waren. Deze hebben we vorige week behandeld. Je let. We doen de holbol maken. En je let op je stuitje. Ja. Dus je maakt hem hol, je maakt hem bol en dan pakken we 12 keer. Hol, bol, hol, bol. Je hoeft niet helemaal tot uiterste positie te bewegen. Het gaat erom dat je de onderrug bol maakt en hol maakt. Het is geen wedstrijd om te kijken hoe ver je kan komen. Maar het gaat erom dat je ontspannen beweegt. Dus let op je stuitje, dat is meestal wel een goede cue. Want als je op je lage rug focust, dan weet je eigenlijk niet zo goed over het algemeen hoe je moet bewegen. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, even rust. Blijf even zitten. Zo direct gaan we over naar de oefening op de stoel. En dat is een mobiliteitsoefening voor de bovenrug. Ja. We pakken deze nog één keer. Je mag hem, als je hem thuis doet, doe hem ongeveer 10 tot 15 keer. Het gaat niet echt om hoe vaak je de oefening uitvoert. Maar het gaat er meer om dat je de lage rug lekker aan het bewegen bent. En dat je voelt wat je doet. Want de lage rug is juist gemaakt om te bewegen. Die is niet gemaakt om heel stil te blijven zitten, rechtop, buikspieren hard aan te spannen en de lage rug maar te ontzien. Dus het gaat erom dat wij de lage rug lekker gaan bewegen. Ja? Komen we weer in dezelfde stand. Handen, knieën. Let op je stuitje. Hol. Bol. Hol. Bol. Ja, zo gaat hij goed. Nogmaals, je hoeft hem niet zo ver mogelijk te doen. En als je bovenrug meedoet, maakt ook helemaal niet uit. Als je maar voelt dat je onderin je rug in ieder geval aan het bewegen bent. Ja. En het advies is ook, als je lang zit, er is geen goede positie en er is geen foute positie. Maar zorg gewoon dat je om het uur in ieder geval even opstaat. En het liefst eigenlijk om de 30, 35 minuten. Dat je gewoon even gaat bewegen. Een stukje gaat lopen. Etcetera. 5. 4. 3. 2. 1. Oké. De volgende oefening. Hè, nu we toch op het matje bezig zijn. Is een iets lastige oefening. Die is voor de bovenrug. En dat is voor het verstevigen van de bovenrugspieren. Dit waren even standaard mobiliteitsoefeningen voor de lage rug. Gaan we nu over naar oefeningen voor de bovenrug. En waarvoor zijn die belangrijk? Die zijn belangrijk omdat we natuurlijk veel achter het bureau zitten. Veel achter de laptop. Erg statisch bezig zijn. Wat op zich helemaal prima is. Maar ja, doen we dat te lang, dan gaan we natuurlijk wat klachtjes ontwikkelen. Deze oefening, de volgende oefening, is een krachtoefening, maar ook een oefening om je schouderbladen te leren bewegen. Het is een vorm van opdrukken
Alleen je kan hem op de knieën doen. Want nogmaals, het gaat er niet om hoe vaak je het kan. Je houdt de handen gestrekt. Dus je kan hem op de knieën doen. Of je kan hem gestrekt doen. Ik zal hem wel eens even op de knieën laten zien. Je zakt door. Je schouderbladen, buikspieren lichtjes aanspannen. En je drukt uit. Hou die elleboog gestrekt. Je zakt in. En je drukt uit. En als je inzakt, dan voel je dat de schouderbladen eigenlijk naar elkaar toe bewegen. En als je uitdrukt, dan probeer je diezelfde schouderbladen eigenlijk weer naar de zijkant van je ribbenkast te brengen. Dus hier naar elkaar toe. En uitdrukken. Naar elkaar toe. En uitdrukken. En wat belangrijk is, is waar je op let als je laat zakken, is dat je je niet laat vallen, maar dat je hem gecontroleerd naar beneden laat zakken. En weer uitdrukken. Hè? Dus beide kanten is een actieve oefening. Nou, dan kan je hem ook in push-up positie doen. Zakken. Uitdrukken. Zakken. Uitdrukken. Zakken. Uitdrukken. Die pakken we ongeveer 6 tot 8 keer. Ja, dat is niet nodig om die vaker te doen. Het gaat vooral ook om de controle. Nou, nu hebben we hem 1 keer voorgedaan. Pakken we hem zo direct nog een keer. Let erop dat je je buikspieren licht aanspant. Probeer je ellebogen zo gestrekt mogelijk te houden. Zakken je ellebogen ietsje door, dat maakt ook niet uit. Als je maar probeert je schouderbladen naar elkaar toe te draaien en vervolgens je schouderbladen van elkaar af. Yes, komen we weer in positie. Buikspieren licht aanspannen. En inzakken, 1. Uit, inzakken, 2. 3. 4. 5. En dan pakken we nog 1 keer. 6. Alright. Even rust. Pak hem zo direct nog 1 keer. En dan gaan we daarna door naar de volgende oefening. Ja, die gaan we dan wel zittend doen. Even kijken of alles nog goed gaat. Ik zet deze alvast klaar. Oké. Ja, pakken we hem nog 1 keer. 3, 2, 1, inzakken, uit, inzakken, uit, we doen nu wat sneller, inzakken, uit, in, uit, nog 2 keer, in, uit, en de laatste, in, uit. Zo. Ik hoop dat het allemaal een beetje is gelukt. Maar hè, daar ga ik wel van uit. Dan pakken we de volgende. En mocht je nou zelf rugklachten, lage rugklachten of hoge rugklachten hebben. En je wil deze oefeningen wat beter uitgelegd krijgen. Dan kan je altijd via Plexus, de website van Plexus, kan je altijd nog contact. Of via Fresh kan je altijd nog contact met ons opnemen. Want we zijn sowieso beschikbaar voor videoconsulten. En daarmee kunnen we je ook al een eind op weg helpen. Oké. Volgende, ga je zitten. En dan heb je een stoel nodig. Zonder rugleuning. Ja. En we doen eigenlijk de beweging. Lijkt alsof je duikt. En je komt terug. Dus je duikt en je komt terug. Je duikt en je komt terug. Oké.
hoop niet dat jullie al te veel last hebben van het microfoontje. Ja, dus kom gewoon in neutrale positie zitten. En met dat duiken doen we eigenlijk hetzelfde als dat we uitdrukken op de grond. Dus je duikt, arm helemaal naar voren en je komt terug. Je duikt, hop, je komt terug. Je duikt en je komt terug. Ja. Je duikt en je komt terug. Zo, ik zal deze even iets omhoog doen. Dit doen we ongeveer 6 tot 8 keer. Ook probeer. Oké, even rust. Probeer hier ook niet te veel kracht te zetten. Ja, dat is niet nodig. Het gaat erom dat je buigt en strekt. Ja, mobiliteitsoefening. Dus pak hem nog een keer. Kom in neutraal positie. En je duikt. En je komt terug. En als je terugkomt, schouderbladen naar elkaar toe. Dus die strekking. Hop. Terug. Hop. Terug. En blijf rustig doorademen. Hè? Dus hou niet je adem in. Nogmaals, het is geen krachtoefening. Hop. En dan een beetje tempo erin. 5, 4, 3, 2. En de laatste. Hop. Oké, even rust. De volgende is, dan pak je je handen. En die leg je op je achterhoofd. En dan zal ik even draaien. En dan pak je hem op deze positie. Ga je zitten. En dan maak je eigenlijk een kruis op daar naartoe. Je houdt je elleboog bij elkaar. En je gaat van rechts naar linksboven en andersom. Hop. Je hoeft niet, je draait eigenlijk naar beneden toe. En daarna kijk je omhoog. Dus je gaat een beetje naar de kruising toe. Oké, pak je even rust. Ook een mobiliteitsoefening. Deze is wel wat zwaarder. En vooral de strekking. Maar de strekking is wel erg lekker om te doen. Je houdt je handen gewoon los op je hoofd. Je blijft ook weer rustig doorademen. Ja. Dit deel haal je eigenlijk neutraal. En dan probeer je vanaf boven in te zakken. En dan kom je omhoog. 1. Boven in te zakken. 2. 3. 4. Tot de 6. 5. 6. Oké. Rollen we die schouders even los. Is het allemaal nog bij te houden? Even lekker ontspannen. Pakken we de andere kant. Ja. Dit weer neutraal houden. Je buik, je lage rug. En dan omhoog. 1. Je zult merken dat de ene kant beter gaat dan de andere kant. Blijf rustig doorademen. En als dat zo is, dat de ene kant beter gaat dan de andere kant, dat maakt helemaal niet uit, want dat heeft iedereen. Nog 2 keer. Hop. En de laatste. Oké, even die schouders weer losrollen. Nou, dit is dus een oefening, een mobiliteitsoefening voor de bovenrug. Ja, en vooral dat we veel op deze manier zitten, is het lekker om even te strekken en te draaien. Voor de mensen die een stiek hebben, die kan je erbij pakken. En anders probeer je deze even zonder stiek. Maar ik moet zeggen, het is altijd wel handig om een stiek thuis te hebben. Omdat je hier heel veel oefeningen mee kan doen. Je pakt het stiek bij de uiteindes vast. Ja. Alsof je zwaait naar iemand. En hier moet je even goed opletten. Want deze wordt tricky.
Je gaat bovenlangs. Ja. Dus ik doe hem nog een keer voor. Uit ervaring weet ik dat ik die een paar keer voor moet doen. Dus je gaat bovenlangs. Daarna draai je je handen open. Yes, heeft iedereen hem? Dus handen open. Dus nu heb je een soort van dienblad vast. Daarmee maak je met gestrekte armen, beweeg je vanuit je schouderbladen. Ja, dus wat er nu gebeurt, is eigenlijk mijn armen zijn alleen maar een verlenging van mijn schouderbladen in wezen. Dus mijn beweging komt vanuit mijn schouderbladen. Ja, dus nog één keer. Zwaaien, bovenlangs, bovenlangs, opendraaien. Zorg ervoor dat je goed aan het uiteinde van het stiek vast hebt. En anders, als je nu geen stiek hebt, zou ik je een tip geven om de volgende keer een stiek erbij te pakken. Ik ga even met mijn rug naar jullie toe zitten, zodat jullie het vanaf de andere kant kunnen zien. Armen strekken. Armen laag en hop vanuit die schouderbladen. En terug. En je houdt nog spanning op je schouders. Ja? Dus het stiek staat de hele tijd onder spanning. Zodat je de gehele beweging je schouderbladen aan het trainen bent. 3, 2, 1. En de laatste. Even rust. Wat goed is om te doen bij deze oefening, is dat je net doet alsof je een druifje, hè, of iets kleins tussen je schouderbladen hebt. En dat je die samen wilt knijpen, maar dat je hem, wanneer je teruggaat, dat je hem ook vast wil houden. Ja? Dus zo let je alle twee de bewegingen, alle twee de kanten, let je op de beweging. Dus je wil de schouderbladen, als je samenknijpt, wil je het druifje vastpakken of de knikker of whatever. En als je teruggaat, wil je hem eigenlijk niet loslaten. Dat is de beweging. Oké, doe hem nog een keer. Ja, vast. En je kan deze ook zonder stiek oefenen nu, hè. Schouders laag. Buikspieren licht aangespannen. En 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, combineren we die met de eerste oefening. Dus duiken, terug. Duiken, terug, duiken, terug, 5, 4, 3, 2 en de laatste, 1. Oké, even die schouders losrollen. Let erop dat je die vorige oefening totaal ontspannen doet, hè? Dus door blijven ademen. Alright, dan is het alweer bijna tijd. Pak hem nog één keer, hè? Want het is wel de bedoeling dat we de oefeningen een paar keer uitvoeren. Yes, hop. Eromheen, eromheen. Open. Schouders laag. Ik ga even met mijn rug weer naar jullie toe zitten. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mobiliteitsoefening. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7,
8. En als laatste even de schouders losrollen. Hop, lekker ontspannen. Yes, alright. Nou, dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie het nuttig vonden en een beetje leuk hebben gevonden. Nogmaals, voor vragen kunnen jullie altijd terecht voor een videoconsult via de website van Plexus of via de website van Fresh. Volgende week zijn we weer terug met rugoefeningen. En aanstaande vrijdag is Imke er om 11 uur met oefeningen voor de heup, als ik me goed kan herinneren. Yes, fijne dag en dank jullie wel.